Hallo daar gamers, ik besta weer en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Super Mario Galaxy. In de vorige aflevering, mijn desktop is al klaar, sorry, dat was niet de bedoeling. In de vorige aflevering, het is weer zo'n lange tijd geweest dat ik niet heb opgenomen. Dus ik ben eigenlijk een beetje vergeten wat we vorige aflevering hebben gedaan. We hebben volgens mij, als ik me niet vergis, hebben we Luigi gered van Spookland. En vandaag. Vandaag gaan we maar naar. Would you like to see the map? Ja, hebben we alles daar gedaan? Nee, niet. Ja, we gaan terug daar naartoe. Dat dacht ik al, want we hadden veel sterren daar gedaan. Mensen, we krijgen ook waarschijnlijk pressecomments of zo, weet ik veel. Ik heb eigenlijk geen idee. Oh ja, we kregen een pressecont in Beach Ball, waardoor we niet de derde ster in Ghostly Galaxy konden doen. Wow, valt bijna hier vanaf. Ik heb eigenlijk een vraagje voor jullie. Weten jullie, Nederlandse kijkers, waarschijnlijk de Nederlandse taal beheersen. Willen jullie vaker? Willen jullie ooit na deze Let's Play een andere Nederlandse Let's Play doen? Want na deze ga ik door met Pikmin 3 Deluxe in het Engels. En misschien komt er later ooit in Nederlands nog weer, maar weet ik veel. Als jullie zeggen, nee, ik kijk alleen maar deze Let's Play, dus ik ga wel verder naar Engelse video's kijken of ze doen. Nederlands, je Nederlandse stem is lelijk. Volgens mij is mijn Engelse stem nog veel erger, maar oké. Vandaag gaan we ook zogenaamd de moeilijkste baas van het spel doen. Waar ik het totaal niet mee eens ben, maar hun problemen. Ik bedoel, als je deze baas echt zo moeilijk vindt, dan zuig je gewoon echt het spel, sorry hoor. Maar we krijgen ook de introductie van een nieuwe enemy slash mechanic. Genaamd deze guy hier. De zwarte bomboes. Deze mensen. Deze boes, deze spookjes. Hebben een hele lange tong. En ze zijn niet bang voor je gezicht. Ze houden echt van je. Ze willen het liefst gewoon helemaal naar je toe. Dus je spint. Dan houdt Mario hun tong vast. Ik wil graag vragen aan die boes hoe Mario's handschoen smaakt. Want dat moet je toch gewoon weten. We moeten weten hoe Mario's handschoen smaakt. Hoe in Luigi's Mansion weet hoe hij die ruikt. Of als ze schoen heet. Maar ik wil gewoon weten hoe de handschoen smaakt. Je hebt weer een slinkpot. Weg. Wat moet je hier doen? Waarschijnlijk poolstars verzamelen, of niet? Ik wil wel later pas. Ik heb geen idee, dit is gewoon Slingstar. Hallo Slingstar. Hallo Launchstar. Die Starbits, mag die Starbits? Die ook. Oh, nu moeten we poolstars, oké. Hey, Bomboe. Oh, hey, tweede Bomboe. Ik wil echt een Mario handschoen review. Lijkt me echt zo cool. Daarheen. Ik wil graag uit deze slingshoor. Holy shit, ik ben echt zo professional met slingpots en deze poolstars pakken. En weer door. Volgens mij komen we nu op een planeet waar ik een hele raar manier dood kan gaan. Ik kan het proberen, maar ik geef geen garantie. Zo grappig is dat we deze spijkerballen weghalen. We hebben een boing planeet. Wauw, ik kan echt goed aimen. Oké, dank je. We hebben genoeg Starbits. Hoop ik. Beetje desoriënterend op een planeet lopen die ronddraait waar je niet veel kan zien en ook heel veel kan zien. Enge snipe. Sterf. Dank je. Kan ik de rare manier om te sterven doen? Dat is niet hoe je het doet. Hoe je het doet is een longjump hier overheen doen en dan gewoon heel lang blijven longjumpen. Het is moeilijk om te gaan beginnen met longjumpen als je niet op de planeet kan staan.
Oké. Dit wordt hem. Ik voel het. Ja, het, volgens mij kan je niet een lange long jump doen als je even de control stick naar achter trekt. Maar het is me één keer gelukt, dat weet ik wel. Ik ga het nu ook gewoon even proberen. Niet in een launcher. Oké, dank je. Ja! Wat mooi. Ik weet niet hoe dat werkt, maar het werkt. Oh, natuurlijk, we spannen hier. Wat leuk. Game, dit is niet waar ik kan spannen. Hoe smaakt de handschoen? Oh! Ze kunnen dus ook exploderen als je gewoon ze te lang vasthoudt. Oké. Okay. Wow. Dat is niet waar ik heen wou. Naar de launch slingstar. In die starship. Daar naar boven. In deze. Loslaten meteen. En we zijn weer terug waar we net waren. Bijna over enkele seconden. Ja, oké. Okay. Over het volgende ding. Die heette klagen over Nintendo. Wow, dit... Nou, ik heb die video natuurlijk opgenomen voor de Nintendo Direct. En ik neem alles terug. Er zijn nu wel goede games voor zit. Oké, alsnog Mario RPG is een remake. Maar hey, ik heb nooit de originele gespeeld. Dus hey, dat boeit mij niks. Dus ja, Super Mario Bros. Wonder. Echt... Ik zat nog daar heel veel met Mario. Geef me Mario, Mario. Luigi's Mansion 2 remake, port, remaster. Weet ik veel. Ik wil die game toch ooit laten spelen, maar ik heb eigenlijk geen zin meer om Citra te gebruiken. Een 3DS emulator. Want dat neemt gewoon irritant op. Dan kan ik het gewoon opnemen op de Switch. Hallo, dit is Poltergeist, by the way. Blijkbaar de moeilijkste baas van het spel, zeggen mensen. Ik ben het daar niet mee eens. Ik vind het een van de makkelijkste baas in het spel. Komt dat omdat ik het spel al 8 jaar speel? Misschien. Maar eigenlijk weet ik niet. Kijk, wat je moet doen. Deze guy spawnt stenen. Die gooit naar je toe. Waaronder ook zwarte stenen. En dat zijn bomboes. En ja, dan moet je hem kapot slaan. Oh, wat mooi. Nu gaat hij handen. Kijk, dit is dus waar het echt moeilijk wordt. Denk ik. Kijk, hoe je star. Dus nu gaat hij proberen te slaan. En je te pletten. Ja, dus gewoon... Dude, loop gewoon een rondje om je heen. Ik sta aan de hand. Oké, het truc is... Wacht tot je handen omhoog doet. Kijk, en nu heb je een mooie opening. Je bent een grap. Je zuigt in mijn vermoorden. Kom op. Je hebt wel hele epische muziek. Je hebt wel echt hele epische muziek. Dus dat is een pluspunt. Okay, kom hier. Ja, je kan ook 2 tegelijk spelen. Dat is cool. Kom hier. Bomboe, spam. Wat is dat? Is dat je heug? Is dat je heug? Ik dacht altijd dat het zijn heug was. Tja. Moeilijkste baas in de game. Nou, oké. Kom hier. Geef me die starbed. Ah, wat jammer. 8 minuten voor 1 ster. Jezus. Dat is niet snel voor het spel. Krijg nu ook meteen de prijs, kom het. Hoop het. Beware of Poltergeist. Oké, ja, een nieuwe Peach game. Ja, Nintendo Direct. Pikmin 4 natuurlijk. Pikmin 1 en 2 voor de Switch. Ik heb ze al gekocht. Oké, dus ik guess we gaan gewoon hierheen. Ik heb Pikmin 1 en 2 al gekocht voor de Switch. Digitaal. Ik ga ze ook nog physical halen. In game collector, geeft er veel geld uit. Als ik dan Pikmin 1 en 2 voor de GameCube haal, dan heb ik letterlijk elke physical versie van Pikmin game. Dan heb ik Pikmin 1 en 2 voor de Wii, Pikmin 3 voor de Wii U, Pikmin 3 Deluxe voor de Switch. Hey Pikmin voor de DS, ja dat was oprecht mijn eerste Pikmin game. Even concentreren, dit is nieuwe mechanic. Dit is bubbel gezeik.
Met wind. Deze bubbel is nogal fragiel. Als je spint, gaat hij niet kapot. Dus nogal fragiel. Blaast zichzelf letterlijk in een propeller. Gaat niet kapot. Oké, wat cool. Ze zijn wel fragiel voor die spijkerballen. Wat ik gewoon doe. Oké. Je kan geen starbits schieten. Of heb ik gewoon geen starbits? Ik heb geen idee. Maar we moeten starships hebben. Waar is de laatste? Daar zo. En ik sterf. Bedankt. En er is hier een leuke skip die we kunnen doen, maar ik kan hem niet laten zien, want er is hier geen pressure command of zo van doe het snel. Of wil je hem wel zien? Ik laat hem wel zien. Hou je bek. Ik heb net niet naar jouw uitleg geluisterd, dus stil. Oké. Zal ik een speedrunnen? Blazen en blazen door deze blaasspel ding. Oké. En we gaan heen en weer door dit windgezeik in onze bubbel van sop, neem ik aan, van wij. En nu gaan we terug, niet eens terug. We gaan naar het midden waar de launcher is en door die launcher gaan we terug. Naar huis. Laat maar. We gaan naar deze plek. Waar we een hele grote skip kunnen doen. Die meteen naar het einde van de Starlight. Er is toch een checkpoint. Dus ik kan meteen. Oké. Er is nu toch een checkpoint. Dus ik kan wel gewoon laten zien. En dan gewoon mezelf van kant maken. De ideale manier om een skip te laten zien. En niet de andere route te laten zien. Zonder heel veel tijd te verspillen. Oké. Dus zo. Long jump. Ik zei long jump. Oh. Blijf staan. Dank je. Long jump. En hier is een ster. Nou, maar mag ik dood? Plus, ik wil de normale route laten zien. Graag. Yay! No death run? Nee, niet voor mij. Niet voor mij. Oké, wat ik eigenlijk moet doen, is weer in de bubbel gaan, natuurlijk. En ik heb dit lange tijd niet gedaan, want elke keer dat ik een ster doe, doe ik gewoon de skip. Dus, een beetje blind spelen. Oeh. What the fuck? Dit is de enige plek waar we dit in het spel zien. Oh mijn god, starbits. Starbits, zoveel star... Mario, blijf. Oh mijn god, starbits. Dankjewel. Hallo, mag ik even mee? Wat? Oké, ik wist niet dat de bubbel ook zo kapot kon gaan. Het spijt me, maar... We gaan weer door. Als we dan niet voor de starbits gaan. Ik vertrouw dat hout nu gewoon niet. Bro, blijf daarin. Nee, we gaan niet weer voor die starbits. Hebben ze al. Wind. Oh. Wat is dit? Een ijzeren spijkerbal. Waar ik liever niet tegenaan kom. Hoe heet die dingen? Ze zijn gewoon bommen. Ze lijken op bommen. Ze exploderen. Waarschijnlijk zijn het bommen. Oh ja! Hier is leuk. Wow. We hebben timing. Heel snel zijn. Hoe doe je dat? Gewoon aangetoet houden. En ja. Zou grappig zijn als ze hier gewoon zo'n bom neer hadden gezet. Waardoor je gewoon meteen sterfde. Als je te lang A ingetoet hield. Oké. Hallo, ik zie niks. Ik zie wel iets. Waar praat ik over? Waar moet ik heen? Hallo, spel. Ik hou van deze muziek. Het is zo cool. En het voelt zo leeg als de ruimte. Dankjewel. Hier is de ster. Auw, dat wou ik niet. Maar geef hier. Nog één ster. Als er prinser komt, is het doen we nog één. Als er prinser komt bij Ghost Leader is, dan doen we die. Please laat er prinser komen te zijn, want ik kon niet maar twee sterren in de aflevering hebben gedaan. Dat is wel heel erg matig. Tada. Dankjewel. Is dit de laatste? Please laat het niet zo zijn. Prinser komt. Inderdaad, daar is hij. Een derde vol. Oh, we moeten de makkelijkste baas in het spel zonder hits... haken. Ik ga hier waarschijnlijk gewoon niet dood. En bij Top Maniac ging ik gewoon wel dood.
Waarvan heel veel mensen zeggen dat die makkelijk is. Nee, maar die guy landde gewoon letterlijk op mijn hoofd. Ik vind het niet leuk. Waarom landde hij op mijn hoofd? Boah, de guy sterde voor hun. Waarom zingen zoveel? Ik heb geen zangstem. Oh ja, ik heb Mario Kart 8 Deluxe gehaald, eindelijk. Toen ga ik, oké, sure, de DLC bestaat, laat me het kopen. En, ja, toen heb ik het gekocht, inderdaad. Ik heb 85 euro uitgegeven aan Mario Kart 8 Deluxe. Eigenlijk 80, want ik had 5 euro korting. Bij Game Mania. Oh, Game Mania, sponsor, wat? Nee. Hallo. Bedankt. Meteen 2. Wow, wat ben jij cool. Je zuigt. Oh. Hallo. Doe even normaal. Ik zuig dat je zoog. Als ik nu sterf door ik gewoon te egoïstisch ga doen, dan zou het heel grappig zijn. Hey, dat wil ik niet doen. Tenminste ben ik niet dood. Ik heb jou al vermoord. Het is 1-0. Sterf, dank je. Hallo, span in. Bedankt. Hallo. Raak hem. Dank je. Wat nu? Krijg je weer handen? Oh, zo origineel. Ik zou het cooler zijn als het gewoon andere kleuren had of zo. Ook als ze in een derde of een comment zaten. Gewoon in plaats van gele ogen, rode ogen of zo. En dat het blauw is, weet ik veel. Het zou grappig zijn. Wouldn't that be grappig? Grappig? Ah, no. Sterf. Je zuigt. Je zuigt. Je kan helemaal niks. Waarom probeer je het nog? Je gaat me niet eens proberen te slaan. Of hoe heet het? Hoe heet een punch in het Nederlands? Oh. Ik dacht dat er geen steen meer op af kan. Hoe heet dat? Ik weet niet meer hoe... Een stomp? Het is toch geen stomp? Ik heb niemand ooit het woord... Hij probeert met de... Nee. Oh, span in. Dankjewel. Nee. En je bent dood. Hoe heet dat? Een sla? Het heet toch gewoon slaan? Of niet? Hoe de fuck heet een punch in Nederland? Ik ga oprecht cool trendset gebruiken. Ik heb mijn browser niet openstaan, dus ik ga te veel tijd opzoeken. Ik heb het cool trendset app. Hoe de fuck? Wat is een punch in het Nederlands? Waar is cool trendset? Waar is cool trendset? Oh, daar. Tada. Een punch. Stoot. Oké. Okay. Hij gaf me een stoot. Oké, dat heb ik ook echt nooit iemand horen zeggen, maar het klinkt wel normaal. Dus ja. Waarschijnlijk gelezen in een boek. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering van Super Mario Galaxy. En in de volgende aflevering gaan we denk ik deze laatste paar sterren doen in de kitchen. En dan de aflevering daarna naar de volgende dome. Oké, dan zie ik jullie in de volgende aflevering. Doei.